Welkom Jan Uriot, Johnny en Rijk, ze zijn niet meer. Nee, dat is inderdaad natuurlijk heel bijzonder dat deze mensen nu zeg maar 3 maanden na elkaar overleden zijn. En dat is wel heel triest. Het ging al heel lang niet goed met Rijk de Gooier ook. Met Johnny ging het niet goed, maar met Rijk de Gooier ging het ook al heel lang niet goed. En dat was zichtbaar geworden opeens ook toen in 2010, april 2010... toen een biografie werd gepresenteerd in het Rosa Spierhuis waar John Kraaikamp zat. En opeens kwam er uit een auto in een pyjamabroek Rijk de Gooier aanzetten. Een dikke bril had hij op, hij was heel erg vermagerd. En nou, toen dacht je al van, nou, die gaat het niet lang meer maken. Ja, oké, maar laten we even bij het begin beginnen, want hij is wel een groot acteur geweest, een groot man. Ja, deze man is inderdaad een groot acteur geweest, maar hij was zo vreselijk veel meer. Hij was een komiek, een zanger, want hij kon fantastisch zingen eigenlijk ook. En een schrijver is hij ook geweest. Hij heeft bijvoorbeeld ook nog columns gehad in de Haagse Post bijvoorbeeld. Deze man die kon heel erg veel namelijk. Ja, maar wij kennen hem eigenlijk, het grote publiek kent hem als van het duo Johnny en Rijk, hè? Ja, daar is hij natuurlijk het meest bekend van geworden. Maar vergeet ook niet die prachtige filmrollen die deze man natuurlijk gespeeld heeft. Ja. Waanzinnige dingen heeft hij gespeeld. De Inbreker heeft hij gespeeld, bijvoorbeeld Soldaat van Oranje. Hij had wel een voorkeur inderdaad voor foute types te spelen. Ja. Dat lag er meer dan de leuke rollen, zullen we maar zeggen. Maar dat zat een beetje in dat karakter. Want kijk, ik woon namelijk zelf op de Zeerijk in Amsterdam. Hij woont op de Nieuwmarkt en we kwamen elkaar wel eens tegen bij de Albert Heijn. Maar ik moet je zeggen, het was geen leuke man. Hij had niet iets toegankelijks. Maar dat sierde deze man ook zo verschrikkelijk. En hij had een enorme vriendschap met Maarten Spanjer. En deze twee, die hadden één meneer die ze nog wel eens aanvielen in de media. En dat was Jeroen Krabbé. Jeroen Krabbé, die mag altijd zich erop voorstaan dat hij heel veel belangrijke mensen kende. En dat is natuurlijk ook wel zo, want hij herkende ook inderdaad wel prins Bernhard. En hij kende ook wel prinses Diana, waar hij ook geweest is enzovoorts. En al die grote Amerikaanse sterren. Maar daar kon hij zo ontzettend over praten en dat irriteerde Rijk de Gooier. En die irritatie was zo leuk ook wel weer, weet je wel, als die man daar inderdaad over sprak. Ja, ja, nou, we hebben altijd wel erg genoten van Rijk. Hij is ooit geboren in Utrecht, hè? Want het is een Utrechter. Ja, inderdaad, hij komt uit Utrecht eigenlijk. Ja, je zou bijna zeggen het is in Amsterdam, maar dat is niet waar. Nee, de zoon van een bakker en hij is in de loop van de tijd is hij verhuisd naar Giethoorn. Maar eigenlijk is Amsterdam toch altijd blijven trekken voor hem, hè? Ja, ja, in Giethoorn is iets vreselijks gebeurd. Daar is een boerderij destijds afgebrand. Ja, en er was ook een beetje, hij is een keer uitgeweken naar Giethoorn, omdat de alcohol, die longt altijd wel in zijn leven. Ja. En dat ligt in Amsterdam ligt dat meer voor het oprapen, geloof ik. Ja. En, dus uit veiligheid is het naar Giethoorn een tijd geweest. Maar de laatste tijd, ja, ik zag hem zitten op een terras, zomers, weet je wel. En dan zat hij met zijn vrouw Nel, zat hij op het terras. En het was bekend dat hij eigenlijk de laatste tijd niet zo vreselijk veel meer deed. En dat werd ook weer zichtbaar in de laatste film van Frans Wijs. En daarin had hij geen sprekende tekst meer. Dat was Happy End. En in 2009. Ja. En in Rijk die kon eigenlijk niet goed meer spreken. En dus heeft Frans Wijs besloten, we brengen Rijk wel in beeld, maar we gaan hem geen sprekende rol meer geven. Ja. Toen werd op een gegeven moment zijn vriendin Nel die werd ziek, ernstig ziek. Die viel uit en die moest opgenomen worden. En toen opeens gebeurde iets heel raars daar in dat huishouden. Rijk, die jaren bijvoorbeeld geen stofzuiger had aangeraakt en geen boodschap had gedaan, die voelde zich opeens geroepen om dat wel te doen. Dus opeens werd die man weer levendig. Hij had zoiets van, ik moet nu toch aan de gang, ik moet nu iets gaan doen. En dat is een heel bijzonder effect geweest in die relatie inderdaad. Dus de laatste tijd was er een enorme opleving met Rijk. Ja. Ja. Oké, dankjewel Jan Uriot. Een tijdperk is afgesloten.